kleine details vertellen soms heel veel in een schilderij. Het is niet zomaar een beeld dat je passeert. Nee, je moet echt moet bijna scannen met je ogen. Ik ben Dirk Pratman. Ik ben fotograaf, maar in mijn diepste wezen ben ik wel schilder. Als je kijkt naar de reflectie in de kruik, komt het van, denk ik, groot venster, waar er waarschijnlijk zonlicht binnenvalt. Dat zie je aan de redelijk hoge contrasten. Ja, dat boeit mij, zo'n details die dingen vertellen. Je ziet aan Bakker, ze is dronken. En ik heb mij al zitten afvragen, hoe heeft de schilder gewerkt om die figuur dronken te maken? Zijn het de ogen? Is het de mond? Is het de houding? Het is een combinatie van verschillende dingen. Die kleurlagen van het blauw die onder de huidskleur zit, ja, dat geeft toch zeer veel diepte. Daar zie je de grote kwaliteit en talent, het geniale toch een beetje van de schilder.